Het is donderdag 3 juli. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Steeds meer zorgmeiders vanwege geldzorgen. Lichtkogel bij lesauto naar binnen geschoten en... Krimpense kinderen krijgen musical les van Carlo Bossert. En het weer voor morgen, uit Aldus. Vrijdag kunnen we ons opmaken voor een echt warme zomerdag. Alleen de ochtend, ja, die verloopt nog zonnig. Maar in de loop van de middag vanuit het zuiden wat meer bewolking. En gaan geleidelijk aan ook meer en meer stapelwolken ontstaan. En het is niet ondenkbaar dat we in de namiddag of avond te maken gaan krijgen lokaal met een regen- of onweersbui. Het wordt knap warm, temperaturen van zo'n 25 graden ongeveer langs de kust. Tot mogelijk 30 graden in de buurt van Gorinchem. En de wind waait erbij matig uit het zuiden tot zuidoosten. Nou, vanaf zaterdag gaat alles alweer veranderen. Meer daarover straks in het lange weerbericht. Wie is de man die bij station Noord in Rotterdam een lichtkogel op een auto heeft afgevuurd? Dat is de vraag die de politie in Rotterdam nog steeds bezighoudt. Half juni werd een leswagen getroffen door de lichtkogel. De leerling raakte gewond door rondvliegend glas aan de arm. De instructeur bleef ongedeerd. De leswagen is uitgebrand. Op 18 juni jongstleden rijdt autorijschoolhouder Sudes Lachman met zijn leswagen op de straatweg bij station Rotterdam Noord. Het is tijdens de rust van de voetbalwedstrijd Australië tegen Nederland. Lachman rijdt langs een café en ziet bezoekers op het terras staan. En we zien eigenlijk tegelijkertijd ook van dat er een jongen in hun midden staat die trachten een soort van een projectiel af te schieten. Ik zeg tegen mijn leerling, weet je wat, doe de ramen maar dicht, want anders krijgen we al de rook naar binnen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We rijden door een rookwolk heen. Nou ja, 2-3 seconden daarna vindt er een hele krachtige inslag plaats op de lesauto. Er schiet een lichtkogel, schiet dwars door de zijruit naar binnen, raken links langs de hoofd van mijn leerling. En die schiet zo tegen de binnenkant van de voorruit aan. Er ontstaat een hele grote inslag op de voorruit en die lichtkogel die schiet tussen mijn benen. Bij mijn dubbele bediening. Gelukkig hadden ze allebei de tegenwoordigheid van geest om volop de rem te trappen. En daarmee konden ze voorkomen dat ze tegen de pijlen van een viaduct reden, want anders had het nog veel vervelender af kunnen lopen. De eigenaar van het café wil niet voor camera reageren, maar zegt dat de man die het vuurwerk afstak niet op het terras, maar in de middenberm stond. De bar-eigenaar kende de man niet en ook was hij geen klant van het café. Na het afsteken van de lichtkogel is de man ineens verdwenen. Het trieste ervan is van dat een getuige verteld heeft van dat vrienden, kennissen van de dader hem nog aangeroepen hebben van nou, als ik jou was zou ik maar gaan rennen, want dit is niet goed wat er nu gebeurd is. Ja, dan snap ik het niet. Wij zijn op zoek naar mensen die het gezien hebben of wij willen heel graag spreken met mensen die weten wie het gedaan heeft. Want nogmaals, we kunnen ons niet voorstellen dat er van al die mensen daar, dat niemand weet wie het geweest is. Misschien weet u meer. De vereniging Handen Af van de Hef heeft een kort geding aangevraagd om de Hef Experience uit de competitie van het Stadsinitiatief te krijgen. De Hef Experience is één van de 6 initiatieven waarop Rotterdammers kunnen stemmen. De Hef Experience wil een attractie maken van de oude hefbrug, waarbij bezoekers de brug onder meer kunnen beklimmen. De bewoners van het Noordereiland willen de attractie niet. Volgens hen is het eiland niet geschikt voor de grote aantallen bezoekers die zo'n attractie met zich meebrengt. Zij vrezen onder meer voor grote parkeerdruk. De rechter heeft een vrouw en haar echtgenoot beide tot 12 jaar cel veroordeeld voor de moord bij de moskee in de Vlaardingse Emmastraat. Volgens de rechter had de vrouw de moord in opdracht van haar man gepleegd. Op de redactie, rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Paul, de vrouw had zelf al gezegd, ik kon niet anders. Waarom dan toch deze straf? Ja, er is in deze zaak heel veel discussie geweest. Is de vrouw nou wel of niet toerekeningsvatbaar geweest? Deskundigen waren het oneens met elkaar. De rechter heeft de knoop doorgehaakt en zegt ja. Ze had een andere oplossing kunnen kiezen op dat moment. Bijvoorbeeld de politie inschakelen of het slachtoffer waarschuwen. Maar ze had niet per se die trekker hoeven moeten overhalen. En dan haar man. Die heeft haar aangezet tot de moord. Waarom krijgt hij geen hogere straf dan zijn echtgenote? Ja, dat was wel geëist door justitie, 18 jaar namelijk geëist. Ja, in tegenstelling tot bij de vrouw ziet de rechter daar wel een verminderde toerekeningsvatbaarheid door een persoonlijkheidsstoornis. Dat verlaagt zijn straf enigszins. En verder zegt de rechter, ik vind het eigenlijk wel passend dat ze allebei dezelfde straf krijgen voor deze daad.
zie je vaker in vonnissen bij moorden ook dat ze dan gezamenlijk verantwoordelijk worden gesteld, verdachten. En dat het er niet zo toe doet wie geeft de opdracht en wie schiet uiteindelijk. Neem niet weg dat er vooral harde woorden waren van de rechter voor de mannelijke verdachte. Want hij heeft de vrouw voor de moord verkracht en mishandeld en bedreigd. En de rechter spreekt in dat verband van een nietsontziende lafhartige daad. Dankjewel, Paul Verspeek. Er komt geen verder onderzoek naar het chloorongeluk in het Rivierabad in Spijkenisse. Dat heeft de provincie Zuid-Holland vandaag bekendgemaakt. Op 16 mei werd het Rivierabad ontruimd nadat er te veel chloor in het water was gekomen. Dit kwam door een technisch mankement aan de chloorpomp. Bijna 400 kinderen en personeelsleden kregen last van hun luchtwegen. Uit onderzoeken is nu gebleken dat het zwembad geen verwijtbare fouten heeft gemaakt. Steeds meer mensen mijden zorg vanwege het ijzige risico van €360. Dat signaleert de Landelijke Huisartsenvereniging. Huisartsen in Rotterdam-Zuid maken zich vooral zorgen over de patiënten met een laag inkomen. Hun gezondheid staat op het spel omdat ze het eigen risico gewoon niet kunnen betalen. Het wordt in principe te veel geld, ja. Ja, dat moet maar even lekker uitgesteld worden. En wat voor zorg mijdt u nu dan? Nou, ik moet eigenlijk geïnjecteerd worden. In mijn knieën, dat weet ik 100%. Dus. Meneer De Ruiter is een ZZP'er zonder werk en in afwachting van een uitkering. Hij moet elk dubbeltje omdraaien en beknibbelt om die reden op zorg. Ja, een beetje wel, ja. Ja. Dan moet je toch ergens op bezuinigen. Dus dat is dan maar te zorg geven. Hij is niet de enige. Bij de huisartsenpraktijken van Zorg op Zuid en Tarwezicht constateren ze een sterke toename van zorgmeiders. Vooral vanwege de hoogte van het eigen risico. Met name degene die in deze wijken natuurlijk toch een lage ses hebben, een laag inkomen hebben, hebben daar moeite mee. Dan is die €360 een hoog bedrag om vaak in grote moten te moeten betalen. Als je voor een uitgebreid bloedonderzoek moet en je moet vervolgens €70 betalen, is dat voor heel veel mensen een toch hoog bedrag. Patiënten mijden niet alleen onderzoeken in het ziekenhuis. Ook stoppen ze met het gebruik van medicijnen. We zien wel enige toename in dat er niet afgehaalde pakjes aanwezig blijven liggen in de apotheek. Het is eigenlijk best wel heel schrijnend dat dit gebeurt. Ja. Mensen van die €1.400, €1.500 verdienen, die zitten echt in de problemen daardoor. Dat weet ik zeker. Dat is heel zeker. Het eigen risico is ingevoerd als bezuinigingsmaatregel. Maar door het zorgmijden kan dat nog wel eens averechts uitpakken. En de zorgverzekering kan ook veel duurder uit zijn als mensen natuurlijk ontsporen en in het ziekenhuis moeten worden opgenomen omdat hun diabetes niet meer onder controle is. Nou, ik denk dat ik niemand hoef te vertellen dat een paar nachtjes in het ziekenhuis aanzienlijk duurder is dan de €360 die dan gemeden is in eerste lijns kosten. Maar stel dat u nou echt ziek wordt, wat doet u dan? Ja, goed, als het echt met je hart te maken hebben of wat dan ook, ja, dan zal ik toch wel gaan. Dat is levensbedreigend, maar dit is niet levensbedreigend, dus we kunnen hem wel hebben. En dus blijft u maar met een dikke knie rondlopen? Ja, rondlopen, fietsen, alles wat kan. Ja. Moet maar. Op de redactie, Dennis van Eersel. Dennis, er is groen licht wat betreft de transfer van Feyenoorder Bruno Martins-Indy. Ja, hij gaat naar FC Porto, moet wel zelf nog een akkoord bereiken met die Portugese topclub. Maar Feyenoord en FC Porto zijn er al uit. Eigenlijk staat alleen de medische keuring Martins-Indy zijn overstap nog in de weg. En FC Dordrecht heeft de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gespeeld en gewonnen. Ja, met overtuiging zelfs. Dat gebeurde in Waardenburg tegen een regio-team uit die buurt. Het werd 8-0 en met name de nieuwe spits Mart Lieder was goed op dreef. Met een gemiste strafschop begint Mart Lieder nog slecht. Maar daarna ziet ook de nieuwe testspeler Elroy Pappot, die met een lichte blessure aan de kant blijft, dat Lieder een goede afmaker is. De van RKC overgekomen aanvaller scoort 4 keer. Maar daar zit de mooiste treffer van de avond niet bij. Die komt namelijk van Javier Vet. En behalve Dordrecht gingen de spelers van Sparta gisteren ook het veld op, Dennis. Hoe brachten zij het ervan af? Ja, ze wonnen ook, maar dat ging wel een stuk moeizamer dan bij FC Dordrecht het geval was. Sparta speelde tegen DHC uit Delft en won met 5-3. Het mooiste moment uit de wedstrijd komt van oud-Spartaan Ricky van den Berg. Mede dankzij deze prachtige treffer staat het tot 20 minuten voor tijd 3-3. Maar toch wint Sparta nog. Romano van der Stoep en deze Mimou Mahi
voorkomen een blamage voor de Rotterdammers. Nou, die genoemde Romano van der Stoep is vandaag ook door Sparta gepresenteerd als nieuwe aanwinst. Net als aanvaller Giovanni Hiwat, die komt over van PEC Zwolle. En het lijkt erop dat ook Noordin Boukari opnieuw op amateurbasis voor Sparta gaat spelen komend seizoen. Dankjewel, Dennis van Eersel. Het is inmiddels traditie dat groep 8 de tijd op de basisschool afsluit met een musical. Die verzin je zelf of je koopt hem. Basisschool De Akkers in Krimpen aan de IJssel liet het oog vallen op een speciale aflevering van de tv-kantine. En ze kregen Carlo Boshart er een middagje bij geleverd. Het was de school zelf die, nadat besloten was de tv-kantine te gaan doen, gebeld werd door producent Benny Vrede. Hoe zouden jullie het vinden als Carlo Boshart zelf een middagje met de groep achters aan het werk gaat? Het is aangeboden, ja. Geweldig, ik heb echt een vreugdedansje gedaan. En de kinderen ook. Ja, ja, fantastisch. Ja. En daar was hij dan vanmiddag. En nam gelijk de leiding voor iedereen het feest, de herkenning. Oh my god! Wie speel je? Kom hier dan. Geef me een knuffel. Oh my god! Ik ga ze een beetje helpen. En ik hoop dat ze dan blij worden en dat ze durven. Kijk, heel veel kinderen die spelen in het begin een beetje. Of heel snel een tekst, bijvoorbeeld, dan staat er. Bijvoorbeeld Peter R. de Vries zegt: Goedenavond! Of Vries! Peter R. de Vries! En heel veel kinderen doen dan in het begin. Vries, Peter R. de Vries. Hey, Petty Braart. Petty? Ja. Heb je de tong al gedaan? Ja. Doe het in. Oh, doe het voor de camera. Even kijken. Ja, goed. En jij? Secretaresse van John. Heel leuk. Frans Bouwer. Ruit. Hey, Pik, hoe gaat het, man? Pik, Luc. En na het rondje kennismaken, eerst wat oefeningen om los te komen en vooral de remmen eraf te gooien. Als er iemand is die niet daar kan spelen, zacht. Moet ik staan, zo. Als niet in de rol zit, dan wordt het niks. Zij gaan 100%. Hallo! Hallo! Hey, nou is goed. Een onvergetelijke middag voor kinderen en personeel van basisschool Kortland in Krimpen aan de IJssel. Die op 16 en 17 juli verandert in een tv-kantine. En dat was het. Meer nieuws vindt u op onze site rijnmond.nl. Ik wens u nog een hele fijne dag verder.